Weer een nieuwe aflevering. Mijn rivierenbeestpotje is kapot gevallen. Of door de katten, of door de vogels. Dus ik ga proberen om hem te lijmen. Een paar dagen laten drogen. Hij zit wel dicht. Of hij zit vast. Maar of hij goed vast zit, dat weet ik niet. Ik ga even de binnenkant proberen een beetje schoon te maken. Even die lijmresten eruit te halen. Omdat ik bang ben dat dat toch een beetje schade aan de insecten kan brengen. Maar we zullen zien. En dan... Hopen dat hij blijft zitten en anders op zoek naar betere lijm. Speciaal voor keramiek. En dan een nieuw plekje gaan zoeken. En dat heb ik ook al gevonden, want als ik hem terugzet op dezelfde plek, dan ben ik bang dat hij weer om gaat vallen. Omdat ik een vermoeden heb dat het komt door die vetbol die daar onder die theepot hangt, laat maar zeggen. En die val geregeld er vanaf, zeker als die grote vogels eraan zitten. En ja, of ik zet hem terug daar op die plek en dan gewoon even afwachten en kijken. Want ik heb daar natuurlijk altijd gestaan, het is altijd goed gegaan. En dan en anders een ander plekje zoeken. Maar voorlopig zet ik hem, ja, ik denk toch dat ik hem eventjes terugzet op dezelfde plek waar die stond. Oké, ik ga het stokje zoeken, want ik weet weer niet waar ik dat neer heb gelegd. En dan ga ik hem weer in de grond zetten.